Nijhuis. Nou, ik was 4 jaar. Toen had ik mijn ANB-diploma en toen ben ik bij Zwemclub Losser terechtgekomen. En daar heb ik eigenlijk tot mijn 12e gezwommen. En daarna ben ik naar Oost en PC gegaan. Want ik wilde toch wel wat meer trainen en daar hielden de wedstrijden een beetje op. En nou ja, toen ben ik daar eigenlijk vrij snel vooruit gegaan. En was ik toch wel echt een talent. En ja, daar was ik zelf eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over. En dan rol je eigenlijk een beetje overal in. En ja, toen ging het EK's, ja, gewoon alle toernooien. En nou ja, op mijn 18e ben ik naar Amsterdam gegaan. Daar heb ik eerst bij Martin Truijs gezwommen, toen bij Hans Elseman. En nou ja, dat is nu 7 jaar later zit ik in Drachten. Dus ik heb al wel een aardige geschiedenis erop zitten. Ja, mijn beenslag is heel sterk en ik denk ook wel gewoon mijn snelheid die ik van nature heb. Ja, ik ben toch vooral 50, 100 meter zwemmen. Dus echt mijn sprintsnelheid, dat is ook wel gewoon een heel sterk wapen van me. En ja, in mijn schoolslagtechniek zelf is mijn beenslag wel veruit het beste. Ik train nu 9 trainingen in de week van 2 uur, dus dat is 18 uur zwemmen. Daarnaast doen we 2 keer in de week krachttraining en 4 keer in de week landtraining. Dus ik denk dat we zo rond de 25 uur per week met alles bezig zijn. Dus ja, dat is best wel een volle week. Nou, ik vind het sowieso leuk om technische dingen te verbeteren, om daar heel erg mee bezig te zijn. En ja, ik hou ook natuurlijk van sprinten, dus dat vind ik ook leuk. En, maar goed, uiteindelijk weet je wel, duursets, dat hoort er ook gewoon bij. En dat vind ik misschien niet per se het allerleukste, maar weet je, het is ook niet heel vervelend of zo. Het is, ja, ik vind heel veel dingen wel leuk. En, ja, maar goed, sprinten zit een beetje in mijn bloed, dus dat vind ik wel het leukste. Wie heeft het meeste invloed gehad op het verloop van je zwemcarrière? Nou ja, ik denk sowieso mijn trainer bij Oost en PC, Joop Reisemus, die heeft me eigenlijk wel van ja, gewoon een gemiddeld talentje ja, echt wel gewoon ja, een beetje afgeleverd bij de top. En daar heb ik ook gewoon EEK's 2 keer goud gehaald. En is wel een beetje zijn verdienste geweest. En ik ben wel een beetje ontdekt bij Oost en PC, denk ik. En ja, daarnaast heeft Hans Elseman mij natuurlijk ook heel ver gebracht. Hij heeft mij... Ja, toen ik best wel een zware periode heb gehad in 2008, toen ik de Olympische Spelen niet haalde, ben ik uiteindelijk bij hem terechtgekomen. En ja, dat heeft eigenlijk mij wel weer gered. Daar heb ik echt wel weer het plezier gevonden. En ja, ben ik ook weer heel veel vooruit gegaan. En heb ik uiteindelijk de Olympische Spelen in Londen gehaald. Dus ja, die twee zijn wel voor mijn carrière denk ik heel bepalend geweest. Heb je tips voor jonge zwemmers? Nou, ik denk... Als ik kijk bij mezelf, zeg maar, dan is uiteindelijk plezier is wel de drijfveer geweest. En zolang je dat hebt, moet je gewoon doorgaan. En uiteindelijk vind ik in zwemmen ook ja, het leuke dat je jezelf iedere keer kan verbeteren. En dat je toch iedere keer weer in je techniek en in dingetjes gewoon ziet van oké, dat kan nog beter, dat kan nog beter. En dat je dat gewoon nastreeft om dat nog beter te doen. En ja, dat vind ik heel erg leuk. Maar het belangrijkste vind ik vooral voor jonge zwemmers dat ze er plezier in moeten hebben en gewoon lekker moeten trainen. En gewoon, weet je, dan komt het allemaal vanzelf wel. Je hebt in je zwemleven al heel wat zwembaden van binnen gezien. Is er één bad waarvan je zegt van ja, dat was het toch helemaal? Nou ja, ik moet dan eigenlijk wel gewoon zeggen, de Olympische Spelen in Londen, dat bad, weet je wel. Want het is gewoon de hele ambiance. Het is niet per se dat het bad zo super speciaal was, maar het is gewoon het hele gevoel wat je ja, bij die Olympische Spelen hebt. En dat bad hoort daarbij. Dus ja, daar heb ik wel heel veel speciale herinneringen. En ook wel, weet je wel, mijn eigen 100 meter ging niet zo goed. Dus daar, ja, dat is wel dan even een dalletje waar je zit. Maar ook gewoon die 400 wissel was wel gewoon finale en... Dat was gewoon heel gaaf. Dus het is echt, ja, het heeft zoveel verschillende gevoelens bij dat bad. Maar ja, dat vind ik wel, dan wel het mooiste bad. Omdat het hoogst haalbare was. Heb je nog een droom in je zwemleven? Ja, ik heb nog wel genoeg dromen. Ik wil in ieder geval nog proberen in Rio daar wat moois te laten zien. Ik denk gewoon dat er in mijn 100 school nog echt wel veel rek zit. En ja, je weet nooit of het genoeg is voor medaille of iets dan ook, weet je wel. Maar goed, ik... Ik zie nog rek en ik wil daar, ja, dat drijft me ook gewoon om door te gaan. En ja, dat zou dan wel echt ja, een mooi moment zijn om dat nog te halen. En tussendoor wil ik gewoon op EK's, WK's mijn medailles meepakken. Ik heb op de EK korte baan in december gewoon nog een medaille meegepakt. En ik denk dat ik ook op de lange baan wel een keer mee kan doen. Dus dat zijn wel dingen dan denk ik van nou, daar heb ik nog wel iets te halen. En ik kan mezelf nog verder ontwikkelen. Dus daarom zwem ik eigenlijk nog.